Deze nieuwsuitzending gaat over de Europese Unie. Er is veel over te doen de laatste tijd. Mensen komen erachter dat het helemaal niet leuk is. Het is ook niet leuk. Een Europese Unie is niet in ons belang. De Europese Unie is in het belang van de mensen die gaan werken bij de Europese Unie. Dat zijn hele mooie banen die je daar hebt, hoor. Dan hoef je niet bang te zijn dat je daar moet arbeiden voor 1800 euro in de maand. Doe dat maar een factor 10 erbovenop. Wat moet je daarmee? Ja, iedereen wil zo graag een baantje. Dus dan gaan ze de Europese Unie opzetten. En dan hebben ze allemaal baantjes. Dat is wel leuk. Maar het is wel duur. Kunnen wij dat wel betalen? Hebben wij daar wel geld voor? Nou, dan kijk je naar de Nederlandse economie. Ja, ik zie het alleen maar achteruit gaan, hoor. En dan hoor je verhalen over mensen in bejaardentehuizen en die zitten daar in een luier. Moeten ze wachten tot het verplegend personeel een keertje tijd heeft. En tot die tijd zitten ze in de poep en de pies. De massale immigratie, die komt ook van de Europese Unie. Het is niet iets wat een grassrootsbeweging is of zo. Normaal niet. Een vooropgezet plan. Koudenhoven-Kaljerki-plan. Bij het opstellen van dat plan voor de Europese Unie hebben ze ook verzonnen dat het dan afgelopen moet zijn met een Duitse mentaliteit en een Nederlandse mentaliteit, en Engels en Frans. Nee, we pompen het helemaal vol met buurtenlanders. En dan krijg je vanzelf overal dezelfde mentaliteit. Voor mij hoeft dat niet, hoor. Ik heb helemaal geen hekel aan Oostenrijkers. En als een Europese Unie, die gaat die dingen allemaal maar doorvoeren. Alsof het allemaal niks kost. En er wordt er helemaal niet over nagedacht of dat goed uitpakt voor ons. Dan ben jij maf. En dat pakt ook helemaal niet goed uit voor ons. Wat moeten wij hier in Nederland met... Vroeger sprak je hier in Nederland... van provincie tot provincie had je een dialect. De Friese hadden dan een eigen taal. En Limburgs, dat was dan een dialect. Dan heb je nog algemeen beschaafd Nederlands. Drie groepen, dus ABN... En dan heb je Fries. En heb je dialecten. Die best veel op elkaar lijken, by the way. Maar Fries, dat kon ik verstaan binnen... Ik heb gewerkt op Schiermonnikoog in een restaurant, in de keuken. En op Schiermonnikoog, daar spreken ze Fries. Dat was geen enkel probleem. Dat had ik zo in de gaten. Niet dat ik het zelf kon, maar zo. Maar ik kon het prima verstaan, hoor. Maar nu hier in Arnhem, Koerdisch, Turks, Syrisch, Libisch, Spaans, Chinees. Wat hebben we nog meer? Ja, Marokkaans natuurlijk, Arabisch. Ja, Marokkaans is dan Berbers, denk ik. Dan heb je ook nog Arabisch. Waar moet dat naartoe? Ik zou het niet weten. Wat een moeilijke, denk ik wel. Wat me opvalt aan die mensen die van buiten komen, niet allemaal hoor, maar een groot deel daarvan, heeft weinig respect voor de Nederlander in het algemeen. De behoefte tot integreren, ja,
Ja, die is er niet echt, hoor. Dat geldt niet voor allemaal, natuurlijk. Maar bij grote aantallen niet, hè. Veel mensen zitten in een uitkering. En dan kun je zeggen, ja, die mensen zijn zielig. Die moeten we helpen. Ja, wij zijn zelf ook heel zielig, hoor. We hebben die economische crisis gehad van 1918 tot en met 1938 of zo. En toen begon de gesodemieter met de paus opnieuw. Wat die Adolf Hitler op ons afstuurde. En wij zijn ook zielig. En al de gezeur over blanke mensen, die deugen dan niet en die hebben de slavernij gedaan. En dat is helemaal niet waar. Mijn familie heeft nooit wat te maken gehad met slavernij. En slavernij was in die tijden dat het in Amerika dat het behoorlijk was. Daar had je punt 1 ook zwarte mensen die slaven hadden. Niet veel. En punt 2, ja, in die dagen was dat vrij normaal, hoor. Zo. Nou, dus in Afrika hadden ze oorlog gevoerd, zo'n soort stammenoorlog. En stam A had gewonnen. En alle leden van stam B, die werden gevangen genomen en die werden verkocht aan slavenhandelaren. Dus die negers, die deden er net zo hard aan mee, hoor. En het blanke ras is het ras geweest dat de slavernij heeft afgeschaft. Bij wet. Bij wet heeft verboden. In Saoedi-Arabië of zo is zoiets nog niet gebeurd. Daar is nog voldoende slavernij. En die mensen hebben een heel raar beeld. Er zijn van die mensen uit Marokko die beweren dat hun opa's en oma's bijgedragen hebben, gewerkt hebben aan de afsluitdijk. Maar dat is helemaal niet waar. Hetzelfde geldt voor de Delta-werken. Er waren helemaal geen Marokkanen bij betrokken, joh. Hou er weg. Maar die mensen die hier binnen zitten, die denken, wauw, stomme Nederlanders. We komen ze wel even helpen. Er was een man en die zei, ja, Indonesië was dat. Van in ja, half bloed, denk ik. Ja, hier in Nederland, daar heb je kraanwater, dat is drinkbaar. Drinkwater, en dat wordt gebruikt voor de afwas. Dat vind ik een schande. Dat hoort niet zo. Zie je wel dat Nederlanders zijn niet eco. Nou, ik snap het probleem niet. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een grijs watercircuit. En dat kan wel. Maar het is afgestempeld als te gevaarlijk. Ja, je zal maar een keer hebben dat iemand per ongeluk de verkeerde kraan opendraait. En dan thee gaat zetten. Ja, dan krijg je thee met rotzooi. Dus daar hou je ook niet van. En dan kunnen die mensen van buiten wel eens heel makkelijk zeggen van ja, die Nederlanders die doen alles fout. En wij komen ze wel even helpen. Ja, hoe dan? Hoe gaat zo'n Indonesische groepering die het niet eens is met het ontbreken van een grijs watercircuit, hoe gaat die dat dan oplossen? Het alsnog doen? Met alle risico's van dien? En hoe ga je dat doen? En daarbovenop, er is hier helemaal geen watergebrek. We hebben hier wateroverlast. Omdat er zo ontzettend veel water is. Het enige wat je moet doen is je moet schoonmaken. Nou, dat doen wij heel slim in de duinen. Dan laten wij water in duinpannen zakken. En dan zakt het door het zand heen. En
Dan krijg je een bacterieel reinigingsproces. Nou, het overgebleven water, daar moet je nog wat uithalen of zo. Maar dan kan je het drinken. Dus dat is helemaal schoon. Met kubieke meters tegelijkertijd. In Wageningen heb ik zo'n waterpompstation bezocht. In mijn studietijd. Dat is heel relaxed hoor. Dat was onderaan de Wageningse berg. En dan komt altijd regenwater. Dan komt van die berg omlaag. En dat hoopt zich ergens op. En dan wordt omhoog gepompt. En dan wordt het ijzer eruit gehaald. En de rest dat wordt in de rondte gepompt. Dan heeft iedereen te drinken. Dat is een EU. Wat doet dat nou? Wat heb je er nou aan? Zijn wij in Nederland niet in staat om maatregelen te treffen ten behoeve van ons eigen land? Dat is van onzin. Nee, dat kunnen we niet. Nou, volgens mij wel. En al die regels die je krijgt en het geld dat het kost. Je haalt erop. We hebben al een Verenigde Naties. Nou, sinds de Verenigde Naties is gesticht, hebben we echt iedere dag een nieuwe oorlog. Dus wat moet je nou met de Verenigde Naties? Als dat alleen maar leidt tot oorlog. De Verenigde Naties in Amerika, er was daar geen welkome gast. De mensen wilden het helemaal niet. Foundation, zo'n stichting in Amerika, die heette John Birch, B-I-R-C-H. De John Birch Society. Die is er fel op tegen op zo'n Verenigde Naties. Ik ook. Ik wil nergens op slaan. Wil die Afrikano's lekker in Afrikanië. Alle Europeo's die gaan lekker in Europeanië zitten. Alle Chinezen die blijven lekker in China. Ja, behalve dan als ze hier willen komen werken. Ze kunnen wel lekker koken hoor. Maar voor de rest, blijf maar lekker daar. Daar blijven wij lekker hier. Ik hoef nergens naartoe. Als ik een keer ergens naartoe wil, dan ga ik op vakantie. Ik ben in Algerije geweest. Turkije geweest. Frankrijk ben ik geweest. Duitsland. Ja, mijn opa en oma van mijn vaders kant, die gingen op vakantie in. Dat ook weer. Het was iets van 30 kilometer verderop. Kon mijn opa op de brommer en mijn oma erachterop. Kortenhoef heet dat. Leuk met waterpartijen. We hebben al die immigratie van nodig. Dus het is niet in ons belang. En wij moeten die andere mensen gaan helpen. Ja, maar van wie? Ik heb het laatst gelezen dat een of andere gemeentebestuurder zei, ja, wij hebben het quota gehaald voor het opvangen van immigranten. Er worden quota's gesteld. Dus elke gemeente moet een minimale zoveel duizend opvangen. En wat is dat dan weer? Hoezo? Oh, de daklozen, die moet je kijken hoe die worden opgevangen hier in Nederland. Ha, 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 ha. Ja, maar dat zijn junkies hier. Dat is al best. En mannen die zijn door een vrouw de deur uitgetrapt. Die missen hun kinderen als de hel. En zakken af naar Oblivion. En dat is geen Nederlands woord.
Vergetelheid is het Nederlandse woord. Dat ik het even weet. Waar moeten we nou mee? En dat gaat maar door, hoor. Ze zijn nog lang niet klaar. Dan hebben ze iemand van de PVV, zo'n Geert Wilders, en die zegt, ja, ik vind het ook, hoor, Nederland voor de Nederlanders. Ja, maar dat doet hij helemaal niet. Hij zit te zeuren over Marokkanen. Maar dat heeft niks te maken met Marokkanen. Het heeft te maken met de Europese Unie. Die hebben dat hele circus bij elkaar gefantaseerd. Ja, zeg daar dan wat van, Geertje Wildertje. Maar dat doet Geertje Wildertje niet. Hé, hey, Geertje Wildertje, kijk wel een linkertje uit, ja. Ja, zijn mond wel dicht. Was het ook alweer? Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Ja. Geert Wilders heeft een prima baan. Een beetje Nederlanders op te stoken tegen Marokkanen. Meer of minder Marokkanen? Gewoon geen nieuwe vluchtelingen. Punt. Laat ons eerst maar herstellen. En dat wij Turks leren, Koerdisch leren, een beetje Spaans. Daar zou Geert Wilders, daar zou de Europese Unie mee moeten komen. De Europese Unie zou een website moeten hebben. Waarop dan iets van 60 of 80 talen? Wat spreekt men hier in Europa? Ja, voorheen sprak men maar een aantal talen, hoor. En Engels, dat kan iedereen al. Ja, nou die andere lui nog. En in de tussentijd, wat moet je dan doen? Als dat er niet is. Je kan die mensen niet verstaan. Dus hoezo kan je daarmee omgaan? Gabbedi goeboe goeboe. Ja, wat zeg je nou, kraanvogel? Ja, dat schept geen band. En als je geen band hebt in een samenleving, ja, dan is het geen samenleving. Dan heb je een stelletje individuen die ieder voor zich uitkijken naar de eerstvolgende brief, waarop staat dat het geld binnen is gekomen. En dan gaan we naar de supermarkt en dan gaan we weer naar huis. Hé, hey, dat wordt een mooie boel. Je hebt die man gehad, hè, Pim Fortuyn. Niet dat het mijn grote fan is of zo. Dat ik een grote fan van hem ben. Pim Fortuyn was een sodomiet. En ik wil geen sodomieten. Niet. Ik wil ze niet. Niet interessant. Raar volk, denk ik. En Pim Fortuyn die zei, ja, er is hier in dit land is er een vijfde kolonne en die maakt het hele boeltje kapot. Hij heeft ook gezegd, islam is een achterlijke cultuur. Oh, daar heeft hij een punt, hoor. De cultuur is achterlijk. Die jongens die liggen nog een mijlen achter, man. De Koran is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een project van het Vaticaan. Wat ze gestart zijn in het jaar 300. En in de 7e eeuw, van 650 of zo, dus dik 300 jaar later. Hé, hey, daar is de Koran. Daar hebben ze 300 jaar over gedaan. Dan hebben ze dat ook nog opgeschreven in het, noem het maar, vroeg Arabisch of zo. Zonder klinkers. Dus geen A, E, O, U. Alleen maar klak, klak. En dan zitten mensen zich achteraf op de kop te krabben van ja, als je dan als martelaar doodgaat, krijg je dan 70 maagden of krijg je 70 trossen met druiven? Nou,
Nu heb ik begrepen van Wim Kruidentuin dat er een beweging is en die noemen zichzelf de Koranisten. Die worden zo bestempeld. En die zijn bezig om alle beschikbare vertalingen, verwoordingen, zo moet ik het zeggen, van de Koran, om die allemaal bij elkaar te gooien. En dan breien we daar één grote winterdraai van. Ja. Dat deden wij in 1611. Ja, dat is ook alweer 400 jaar geleden. Hè? Ja, dus wie is er hier achterlijk? Ja, die Koranisten natuurlijk. Of die Arabieren. Of die Mohammedanen. Dat hobbelt er achteraan. Niet dat het vervelende mensen zijn om die reden. Dat ze... Maar het is wel een feit. Het christendom is zich lekker aan het formeren, vind ik, hoor. Ik ben niet zo tegen. Wij hebben de King James Bijbel, die Engelse, uit 1611. Nou, die klopt. Ja, dus het, naar mijn mening zit er één dingetje in. Eén woordje. Moet daar nou staan doden of moet daar staan moorden? Dat is één woordje in een boek van bijna 1200 pagina's. En we hebben daarna, tientallen jaren daarna, niet zo heel, niet een eeuw daarna of zo. Gaan we even opzoeken. Kijk, hoe staat de vertaling? En dan wiki. De Staten vandaan. Even kijken wat er staat hoor. Jeetje, zo snel man. Het schrijven van de Statenvertaling, dat is verordeneerd door de synode van Dordrecht. En gefinancierd door de overheid van de Protestantse Nederlandse Republiek. In 1637. Dus we hebben een Engelstalige. We hebben een Nederlandstalige. En we hebben ook nog de Slachterbibel. Slachterbibel. Ik doe hem even op z'n daad. Slachterbibel. Slachterbibel. Die komt uit het jaar 2000. Die is in Duits. Die Bibel voor alle. Even een klikje doen. Ja, dat is wel mooi. Mooie website. Slachter Bibel. De Bibel is dan bibel.de. Dus Altes Testament en Neues Testament. Mooie tekst hoor. Ja, en dan komen die Mohammedanen hier naartoe. En die zijn er zelf nog niet eens uit. In Amerika, toen wij op de vlucht gingen voor de paus. Zaten we daar in Amerika. En dan zaten we met Lutherianen, Calvinisten, Presbyterianen. Zeg maar. Wij hadden geen oorlog. Nee, maar. Maar in het Koranland zitten de Shiïten te knokken tegen de, wat is het weer? De Soenieten. Heb je ook nog Salafisten, dat zijn weer anders. Die kunnen mekaars bloed wel drinken. Je hebt ook nog de Alewieten, dat is een onderdeel van het Shiïsme. Volgelingen van. Ik heb het wel geweten. De Alewieten. Dat was een neef van Mohammed. Was een...
Ja, het rachelt maar een beetje. Het snapt niets van ons land. Die mensen die hier naar binnen komen, die weten niet hoe je met Nederland om moet gaan. Ze weten ook niet waar de leuke plekjes liggen. Een beetje kankerig weer, Nederlands, kutlands. Ja, waar ben je dan geweest dan? Nou, in Rotterdam-Zuid ben ik geweest. En toen de metro naar Zoetermeer-Zuid. Nou, dan zie ik het allemaal. Dan denk ik, nou, daar vind ik niks aan. Ja. Ga dan naar de... Die dingen ook weer. De Drunense Duinen. Lekker met je gezin. Naar de Drunense Duinen. Ben je de hele zondag mee zoet. Je gaat naar Schorrel. Bezoek een eiland. Nee, dat gebeurt allemaal niet. Het zijn achterlijke mensen. En zelfs in hun eigen boek staat dat je kan niet zomaar ergens naartoe gaan en dan denken dat je er bent. Als je ergens naartoe gaat, dan heb je zelf ook een hele transitie te maken. Dat kost tijd, man. Dus ik zou voorlopig zeggen, vol is vol, het is afgelopen. We hebben er al veel te veel. En dan doe het maar dicht. Het is algemeen bekend dat het opvangen van vluchtelingen in de regio waar ze dan van gevlucht zijn, dat je daar in de buurt iets doet met een tentenkamp of whatever. Dat is 20 keer zo goedkoop. 20 keer. Ja, wat voor een biertje wil u? Wil u een biertje van 2 euro of een biertje van 5 cent? Nee, dat dan. 20 keer zo goedkoop. 4 cent. Oké. Nee, 10 cent. Wil u een biertje van 2 euro of een biertje van 10 cent? Oh, en wat is het verschil dan? Nou, het is allebei even lekker. Het is ook hetzelfde idee, namelijk van bier. Nou, wat wil je dan? Dan neem je toch een biertje van 10 cent? En dan wil jij de dure jongen uit gaan lopen hangen? Oh. En het opvangen van vluchtelingen, dat kan dan net zo goed in Syrië. Wat is dat nou? En dan moet je kijken wie erachter zit, hè? Achter dat gelul daar in Syrië. Ik heb een jongen hier op interview gehad. Alal. Ja, die heeft ervan verteld, hoor. Het NATO-werk. De NATO zit erachter. Die stimuleren dat. De boel tegen elkaar opstoken. Een leuke filmpje zetten op YouTube. Van Allahu Akbar schreeuwende, dolgedraaide mafkegels. Ja, maar Piri, nu ben je beledigend. Nou, in de rondte schreeuwende mafketels, dat zijn in de rondte schreeuwende mafketels. Het is niet onze cultuur. Je op je kop gaan staan, als je Allahu Akbar wil gaan roepen op straat met een mannetje of 300. Ja, doe dat lekker in Islamabad. Daar vinden ze dat leuk en dan laat je ons lekker... Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even rechts. Dan doen wij dat en dan gaan die lui daar Allahu Akbar lopen brullen. Ja, ga weg. Ik heb er helemaal geen behoefte aan. Mijn moeder, die woont in Almere. Die stond achter een vrachtauto voor het stoplicht. En voor haar, dus tussen haar en de vrachtauto in, zat een man. En die vrachtauto, die gooide hem in zijn achteruit. Die had fout gereden. Dus die moest even een stukje terugsteken. Want die wilde een bocht. Hij moest terug. En die man, die zat in zijn autootje. Zo van, en wanneer kan ik er nog langs? En mijn moeder dacht, krijgen we nou? Die stapt uit en die loopt op die man af.
En die zegt, meneer, wilt u uw auto een stukje achteruit zetten? Dan kan die vrachtauto een stukje achteruit. En dan kunnen we allemaal naar huis. En die man zo, wat jij praat tegen mij, vrouw? Jij geen respect? Dag mijn moeder, ja, krijgt u. Tyfus. Wat is dat dan weer voor gedoe? Zo'n vent heeft niet in de gaten dat die vrachtauto achteruit moet. En dan gaat mijn moeder er wat van zeggen tegen die man. Van, ik heb een hele goede tip voor je. En die man zo, jij discrimineert, jij denk ik dom of zo. Nee, homo, doe je auto achteruit. Dat zijn van die kleine dingen, snap je? Maar behoorlijk irritant. En die personen die worden hier met bakken naar binnen gehaald. Ja, dankjewel, EU. En je Verenigde Naties die erachter zitten. En je NATO die de bommen levert om op Syrië te gooien. Zodat je al die vluchtelingen hier naartoe kan bombarderen. Met welk doel? Ja, het enige doel wat ik me kan voorstellen is dat ze bezig zijn om Europa tot een soort grijze, bruine brei te maken. Waarbij het niet meer uitmaakt of je nou in Luxemburg zit of in Duitsland. Want overal heb je Turken, Koerden, Syriërs, Irakezen, Iranezen. Heb je overal. Oh, het is overal hetzelfde. Ja, dat is de EU. Dus Europa met zijn Europese cultuur. Dat wordt steeds minder. Er is helemaal niks meer van over. Als je naar Deventer ging, dan had je hele andere winkels dan dat je naar Zutphen ging. Tegenwoordig maken niet meer uit. In Arnhem heb je ook een Primark. En in Utrecht ook. En in Almere ook. En in Enschede ook. En een H&M. En dan weten al die andere merken. Nee, leuk is het. Alles hetzelfde. En hoe je daar onderuit weg moet komen, het lijkt mij schier onmogelijk. Volgens mij kan dat niet. Ja, maar heb je dan een hekel aan buitenlanders? Nee, hoe kom je erbij? Ze spreken geen Nederlands. Ja. En dat is moeilijk. Ze zijn qua IQ niet zo hoog. Het scheelt aanmerkelijk hoor. Dus in West-Europa hebben wij een IQ van 100. En dat komt omdat dat... dat is de eiking. Dus West-Europa heeft per definitie een IQ van 100. Gemiddeld. Hè? En vanuit Syrië komen die mensen hier naartoe en die hebben een IQ van 80. Daar hebben we het gehad. Dat betekent dat een Nederlands kind van 8 jaar net zo'n goede patroonherkenning heeft. Dus inzichtsvermogen, lijntjes trekken, puzzelen zeg maar. Puzzelvermogen. Een Nederlandse jongen van 8, die heeft net zo goed puzzelvermogen als een Syrische jongen van 10. En wat ook is gebleken, dat je kan die mensen wel aangepast onderwijs geven. Maar het helpt niks. Het kost alleen geld. Dat hebben ze in Amerika geprobeerd met die negroïde bevolking.
kregen voorschoolse dinges. Preschool. De kleuterschool. Peuterschool. Want die negroïde kinderen, die komen er in de klas met blanke kinderen. En die blanke kinderen, die hebben de beste cijfers. Niet allemaal natuurlijk. Maar overwegend. Dus we moeten die mensen al Nederlands leren. Ja? Op wie ze kosten eigenlijk. Wat de Verenigde Naties dat betalen. En zo ja, waarvan. Gaat de paus dat bepalen? Hoeveel de Verenigde Naties moet gaan betalen? Dan hebben ze ook nog gezondheidszorg nodig en huisvesting en dit en dat. Een OV-chipkaart. En ik gun al die mensen uit het buitenland, die gun ik ook de toekomst. Die mogen voor mij doen wat ze willen. Maar nu worden ze hier met opzet naartoe gehaald. Door de Europese Unie. Ja, halleluja, prijs de Heer. We hebben hier in Nederland hebben we zo'n stichting gehad. Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Een kennis van mij. Daar heb ik ooit een relatie mee gehad, heel kort. En die werkte daarvoor. Inmiddels is die stichting opgeheven. Maar dan nog, die kregen miljoenen van de Nederlandse overheid om negertjes te helpen. Hebben ze dat goed gedaan? Volgens mij helemaal niet. Want je kan negertjes helemaal niet helpen. Dat moet je helemaal niet willen. Waarom? Ja, maar anders kregen ze dan hongersnood en dan gaan ze dood. Ja, niet mijn probleem. Gevoeglijk bekend dat de mensen in Afrika, die hebben geen verstand van, wat noemen wij, cultuurtechniek. Ze zitten daar helemaal verbaasd te kijken van, hé, het regent al een hele tijd niet meer. En al de plantjes gaan dood. Ja, straks gaan de geiten dood. Ja, Mien, wat gaan we dan eten? Ja, hoe kan het nou? Want een paar maanden geleden, toen regende het echt heel hard. Maar nou niet meer. Nee, dat regenwater had je op moeten vangen. Dat heb je niet gedaan. Ja. Ja, zo zijn er nog wel meer verhalen, hoor. De tractoren die werkeloos ergens een weg staan te rotten. Omdat de benzine op is. Oh, hij doet het niet meer. Best moeilijk hoor. In de zin van, wat moet je ermee? Ik ken een onderneming. Die bestaat nog op papier, maar de hele business is kapot. Een deel kwam door de Europese Unie. Want het was een bloemendistributeur. En die leverde aan Duitsland en België, Frankrijk. Ja, dat zou je misschien raar van staan te kijken, maar door die Europese wetgeving werd het leveren van bloemen aan Duitsland, dat werd plotseling een hachelijke business. Want je maakt één foutje met het invullen van een belastingformulier en dan woppa, dan krijg je je btw niet meer terug als ondernemer. Ja. Nee, maar dat wordt leuk. Terwijl de marge op producten in supermarkten, zeker van bloemen, die is heel klein. Ja, als je ook nog het risico loopt dat je je hele winst van een bepaalde tijdsperiode, die is dan, oh nee, dat geldt, nee dat kan niet, ja, maar dat is vanwege de Europese wetgeving.
Dus die handel met Duitsland. Ja, leuk is dat. De Europese Unie, die maakt Europa kapot. Punt. En anders is het niet. Het is zoals ik het zeg. De Europese Unie maakt Europa kapot. En die zielige mensen daar in het zuiden van Italië, bijvoorbeeld, die hebben zo rauwmelkse kaas. En daar doen ze maden in. Ja, dat is een beetje vies. Maar die maden, die maken ze een kuiltje in die kaas. En dan gaan die maden gaan erin. En die maden denken, oh, de hemel op aarde. En die maden die gaan dan de kaas opeten. En dan enorm aan de scheid natuurlijk. En dan heb je uiteindelijk de laatste levende maden, die vis je eruit. Die heb je niet meer nodig. Dan heb je zo'n kaas, rauwmelks. En er zit zo'n kuil in. En die hele kuil is gevuld met madenpoep. Dat is een soort mannelijkheidsritueel. Dat een jonge man, die moet dan, als hij 18 is, dan moet hij een stukje van die kaas eten. En de Europese Unie heeft gezegd, ja, maar dat kan niet langer hoor. Nee, dat kan niet langer. Ja, gelukkig zijn wij er om jullie te beschermen. Want ja, net als dat de Nederlanders niet voor Nederland kunnen zorgen, zo kunnen de Italiano's, die kunnen niet voor Italionio zorgen hoor. Dus dan gaan we even, ja, restricties. Waar ben je mee bezig? Wat maakt mij er nou uit als in het zuiden van Italië rauwmelkse kaas maken met een of andere kevermaden erin? Dan moet hij de laat toch zelf weten. Ik eet wel pizza in Italië of pasta. Misschien een klein stukje proeven. Zo met mijn dochter. Die moeder van mijn dochter, die vertoont symptomen, of het symptoom, van Munchausen by proxy. Munchausen by proxy komt vooral voor onder vrouwen. En die gaan dan in hun kind allerlei problemen zien. En dan sleuren ze dat kind mee naar de dokter. En dat is om zelf aandacht te krijgen. En voor die moeder dan. Nou hadden wij gelukkig een antroposofische huisartsenpraktijk. Dus die man die nam het allemaal nogal rustig op. En nou, die moeder weer helemaal in paniek. Van, oh, mijn kind heeft polio. En die man zo van, wow, relax. En dan had mijn dochter had weer eens buikpijn of weet ik veel wat, migraine. Nee, dat had ze niet. Hoofdpijn heeft ze niet. Had ze niet. En dan kregen we, die moeder kreeg dan receptjes mee. Van dingen als Sint-Jansolie en huppeltjepup kruid. En dat was het. Een beetje insmeren met een lekkere olie. Oh, dat zit er. Nou, dus de Europese Unie is erachter gekomen. En heeft gezegd, ja, maar dat kan niet. Als een moeder, ook al heeft ze Munchausen bij proxy, als die denkt dat haar kind een probleem is, dan moeten er pillen in dat kind. Zakslakkie jong of zo. 10 milligram. Eentje 's morgens voor het ontbijt. En eentje 's avonds na het eten. En ik zag het al aankomen. En die moeder van mijn kind, dus, ja, nou, je overdrijft. En jij met je samensweringstheorieën. En je denkt allemaal. Ja, dat duurde 1,5 jaar. Toen was er weer eens met mijn dochter naar de arts gegaan. En die zegt, nou, ik neem maar appelknoel, kruidsap of zo.
Nou, zei dan naar de apotheek. Die Jans Buitensingel. Is er nou weg, maar dat weet niet. En dan verkochten ze niet meer. Nee, dat mag niet meer. Nou, dankjewel, Europese Unie. Dat hadden we echt nodig. Een verbod op olium. Ja, maar de werking van zoiets is niet bewezen. Nee, homo, daar gaat het helemaal niet om. Die klachten van mijn dochter, van ik heb buikpijn en ik weet, dat zijn vage klachten. Die heeft helemaal geen mildvuur dinges ontsteking of zo. Wat je moet doen is, je moet het, die persoon, mijn kind, met rust laten. Nee, nee. En dan een beetje insmeren met olie. We maken dat. Nee, dat mag niet meer van de Europese Unie. Schande. Kijk, allopathie, wat is wel mag van de Europese Unie, maar allopathie. Maar dat mag dan wel, maar er zitten nadelen aan, jongen. Dat wil je niet weten. Dat is echt verschrikkelijk, hoor. Super gevaarlijk, allopathie. En homeopathie, of antroposofie, of iroscopie, zeg het maar. Die andere ook nog. Iatrosofie. Ook wel leuke verhalen van bekend. En mensen komen daar gezond van weg, hè? Maar dat mag niet meer. Nee. Nee, je moet naar het ziekenhuis gaan en... Dan word je ondervraagd. En dat duurt maar 5 à 6 minuten. En dan wordt er heel snel met de computer een vaststelling gedaan. En dan gaan we onderzoek doen. Dan gaan we bloed prikken. Ruggenmergvloeistof of zo. Met een rugprik. Dat is ongelooflijk pijnlijk. En dan krijg je een of ander middeltje. Wat rete toxisch is. Giftig betekent dat. Nee, dankjewel Europese Unie. Voor het kapotmaken van Europa. En dat komt door die politici. Mensen die geloven in politiek. Ja, ik kan wel... voor planten gaan zorgen en dan ga ik in de landbouw. Of ik ga voor dieren zorgen en dan ga ik in de veeteelt. Maar ik ga liever voor mensen zorgen in Den Haag. En dan ga ik mooie maatregelen verzinnen voor mensen. Dat alle mensen er beter van worden. En we schaffen homeopathie, iroscopie, iatrosofie, antroposofie. En alles wat er maar bij hoort, dat verbieden wij. Net als het eten van roommelkse kaas in het zuiden van Italië. Nee, daar word ik blij van. Stel ik eens sukkels. Je doet er geen donder aan, hè? Dat is het nare. Je kan ophouden met voor die luide stemmen, maar... Ja, die buitenlanders die gaan dan wel stemmen. Straks stemt er geen enkele Nederlander meer. Alleen nog maar een buitenlander die links gaat stemmen. Communistisch betekent dat. Ja, ik ben er voor dat bij de rijke mensen geld wordt weggehaald. En dat dat dan gegeven wordt aan de arme mensen. Ja, heel toevallig ben ik dan ook niet zo rijk. Maar toch vind ik dat hoor. Ook al was ik rijk, dan was ik toch links gaan stemmen. Ja, natuurlijk. Ja, stem jezelf naar de Armageddon toe. De Armageddon betekent wereldoorlog. Iets wat wij nog nooit hebben meegemaakt. Hè? Maar dat komt nog wel. Ik weet niet wanneer hoor, maar... Die komt wel.
grote kans dat hij komt. Ja, dat ik het even weet. Dat is verder mijn probleem niet. Het is waarschijnlijk niet voor mijn dood. Helaas. Maar dat overleef ik wel. Dat de Armageddon niet voor mijn dood komt. Dat overleef ik wel. Leuke grap. En het allerstomste van de EU, los van het belachelijke idee van een Europees leger, wat we echt niet nodig hebben. Kijk, als die Spanjolen zo moeite hebben om die Noord-Afrikano's weg te houden van hun kustlijnen, ja, maar dat is het probleem van de Spanjolen. Ze mogen ook een kerstbrief sturen. Alsjeblieft helpen om die mokro's terug te brengen naar Mokronia. Ja, natuurlijk. En wat schrijft dat? Dan komen een paar van die Hollandse jongens wel even langs hoor. Oké, allemaal terug naar Mokronia. En dan worden we betaald in sinaasappels of paella of zeg maar. Wat is er nog meer? Zo'n wijndrankje. Oh, sangria heet dat. Ja. Anchovies, dat is ook lekker uit dat gebied. Maar een Europees leger? Krijg je alleen maar gezeik van. Hè? Maar het allerergste, dat is de euro. Jeetje, wat een stom idee. Er zijn er mensen die zeggen, ja, het hele euro-project is mislukt. Ja, als je daar 3 seconden over had nagedacht van tevoren, dan had je dat geweten. Je bent toch economicus, of niet? Je had het kunnen weten dat het niet zou werken. Je kan niet regio's verenigen met een valuta. Wat slaat dat op? In Nederland hadden we de Nederlandse gulden. In Duitsland hadden we die Deutschmark. Die Belgen die hadden de Belgische frank. Die Fransozen die hadden de Franse frank. Dat is ook weer in Spanje. In Italië had je de lieren, denk ik. Ja, lieren. En in Turkije, maar dat is geen EU. Nou, nog niet. Had je lira. Dat maakt het uit. En als een regio dan down gaat, dus dat produceert geen donder meer, maar het consumeert alleen maar. Een beetje als een baby met een duim in de mond achterover hangen. Van, hé, weet niet, komt mijn papje eraan. Ja, dat is best. Maar dan is jouw geld niet veel waard. Dan hoeven we jouw geld niet. Nou ja, we willen het wel, maar dan 1-10. Eentje van ons tegen 10 van jullie. Maar dat kan niet meer, hè? Nee. Het is 1 grote euro. Ja, en dat betekent dat ieder land kan lekker achterover gaan liggen. En degene die nog wel werken, ja, die moeten dan maar betalen. Ja. Dat is socialisme. Een walgelijk systeem. En hier in Nederland, mijn dochter ook, die zeg maar... Agenda 21, communistisch is, atheïstisch. Nou, die vinden het allemaal geweldig. Het globalisme. Straks de hele wereld 1 valuta heeft, gaat niet gebeuren hoor. Maar als, dan breekt de pleuris aan. Dan is het echt afgelopen. Er is er helemaal geen enkele controle meer op het stimuleren van mensen die produceren. Dan gaat het alleen maar over, ja, kan de gemiddelde mens nog wel consumeren? Nee, het gaat niet om consumenten.
gaat om producenten. Laat dit gezegd zijn. Yep. En die euro, die haalt al het verschil weg. Eén grote eurozone. En in Griekenland en in Italië en in Spanje. Jongen, daar is... Ja, en wie kan dat gaan betalen? Ja, de Hollander natuurlijk. En de Duitser. En wie krijgen de meeste immigranten over de vloer? Ja, de Hollanders en de Duitsers. Ja, en de Britten ook. De Denen hebben er ook goed last van. Wat een stom idee. En als je alles gooit onder één valuta, wat moet je dan? Dan heb je nooit meer een koersaanpassing. Ja, dat betekent dat iedereen verzekerd is van waarde van briefjes. Ja, dat is een lastig probleem om op te lossen. Ik zou het niet weten hoe het moet. Wat moet je nou tegen je overheid gaan vertellen? You suck. Je doet alles wat slecht is voor ons. Met gezondheidszorg, met je stomme Europese leger. Die fraaie dingen in Srebrenica. En dan komen al die jongens die komen hier in Srebrenica. Ik ken één iemand, die heeft er gezeten. Totaal gestrest teruggekomen. En hij zei nog de laatste keer dat ik hem sprak, dat is al jaren terug. Maar toen zei hij, nou, het gaat tegenwoordig beter met mij. Hij was weer aan het werk gekomen. En, nou, eindelijk ging het weer een beetje lopen. Maar die jongen is jarenlang buiten dienst geweest. Vanwege wat hij had meegemaakt in Srebrenica. Ja, halleluja, prijs die. En allemaal dankzij die Europese inspanning. We moeten de wereld gaan helpen tegen de boze Serviërs. Niets dan ellende. En btw-verhogingen. Een hobby. Een beetje. Ieder jaar moet de btw... hier omhoog of daar omhoog. Elk jaar weer. En in Brussel zitten ze al te spreken over een hoog btw-percentage van 23%. Nee, dat was een leuke zin. We houden helemaal niks meer over. Je mag voor 1 euro produceren en voor 10 cent consumeren. En die 90 cent die gaan naar Maxima en de man en de Europese Unie en de paus en wij halen helemaal niks over. Ja, mag je een oud brood kopen en gaan werken. De pensioenen, ja, haal maar op. Dat is allemaal weg, man. Ja, we hebben straks geen rijke oude mensen meer. Totaal voorbij. We helpen eraan mee. En een beetje lollig blijven doen en tv blijven kijken. Helemaal onder de indruk zijn van het optreden van Mark Ruttestein. Mark Rutte. Ruttenende of zo? Nee, dat was Jan-Peter. Jan-Peter Rutte. Smeerlappen. Ik
snap niet hoe je het in je bolle vet kan halen, hoor. Om een bevolking van een regio, wat te boek staat als dé regio, om die even kapot te maken. Ja. Lang leven de paus. Hé? Stel ik je stomme homo's. Die lui. Dan gaat ze duur komen te staan, hoor. Een zwarte tijd. De middeleeuwen, die zijn bestempeld als de Dark Ages. Nou, die zijn weer helemaal terug. Eén grote leugen. Van zogenaamde gouvernanten. Toezichthouders. Scheidsrechters. Een scheidsrechter hoort zich niet te bemoeien met de regels van het spel. Als je wil voetballen, Heracles tegen Zuidvoort, nou, dan heb je een scheidsrechter nodig. Maar die gaat niet bepalen wat de regels zijn. Toch? Die moet fluiten en oprotten. Ah, die krijgt een centje. Meer niet. En niet dat de scheidsrechter een beetje gaat meelopen voetballen. Ja, de tegenpartij moet ook een keer kunnen winnen. Dus ja, in de tweede helft kreeg Heracles. Die moet gaan voetballen met één hand achter de rug. Vastgebonden. Want anders kan Zuidvoort kan niet winnen. En ik als scheidsrechter wil dat iedereen een beetje wint. En dan kan je zeggen dat ik rechts ben of zo. Ik ben niet rechts. Ik hou niet eens van voetballen. Ik zeg alleen maar dat als je gaat voetballen, dat je niet de scheidsrechter moet toestaan dat hij de regels gaat bepalen. Om het win-win gebeuren evenredig te verdelen. Want daar heb je een scheidsrechter niet voor nodig. We zijn in de kroeg, waar gaat het door? Wilde ik nog schaken en iemand anders ook. En waren best in de olie. Nou, dan moet er iemand bijkomen. Zitten. Dat heb ik ook gevraagd. Je kon wel een potje schaak spelen, maar wel met een scheidsrechter erbij. Want oh, ook nog stoont. Ja, dan komt er iemand bij zitten. Maar die gaat niet, als ik voor sta, dat hij dan een toren wegpakt van mij. Ja, je staat voor, dus dan neem ik nu een toren van je weg. Dan denk ik, ja, fuck, dat is mijn toren. Ja, maar anders is het niet eerlijk, want jij bent beter. Ja, maar daar ging het toch precies om. Je schaakt toch niet om te kijken wat van weer het morgen wordt? Je schaakt om te kijken wie er gaat winnen. Ja, maar sommige mensen kunnen niet tegen hun verlies. En ik als scheidsrechter, ik vind dat zielig. En dan grijp ik in. Ja, dan wil ik niet dat jij een scheidsrechter bent. Want die hele Europese Unie, die kan op zoek gaan naar waar in het woordenboek het woord anus staat. En hoe je erin kan kruipen. Probeer het maar. Ik bedoel het echt niet grappig, hoor. Dat bedoel ik heel serieus. Dit wordt helemaal niks. En wij mensen komen daar op politiek niveau niet uit. Ik was in een streetcafé in Arnhem. Ik had het erover, zonder glas bier. Of een glas wijn of zo. En dan zei ik tegen die mensen aan de bar, van, moet je kijken wat je aan belasting betaalt. Hè? Moet je eens even aanwijzen. Dus 21% btw. En daaronder zoveel procent accijns.
Maar dan komt de rest nog. Dat glas dat moet gevuld worden door iemand die in dienst is. Ja, die betaalt, dan moet een loonbelasting betaald worden. Dat is ook weer 40%. En dan zo'n tent, zoals het schietcafé, dan moet je kijken wat die lui maandelijks moeten afdragen. Het openhouden van een ruimte, dat slaat helemaal nergens op. Een paar tegels op de grond en een dartbord en een tafelvoetbaltafel. Een meubilair wat uitgevoerd is met smeedijzer. En hout. En een paar zullige stoelen. En een aantal barkrukken. En een ongelooflijk vervelende mensen. Nog vervelender dan ik. Kan je nagaan. Maar er moet een afdracht voor betaald worden. Ja, voor what the fuck? Een glas bier, man. Die betaal je 2,50 voor of zo. Ja, dat is feitelijke kosten. 50 cent. 70 cent. Maar dan moet je wel die loonbelasting afschaffen. Ja, maar als we allemaal gaan werken en wat we dan verdienen is van onszelf, nou, dat kan niet. Nou, dat staat in de Amerikaanse grondwet dat dat zo afgesproken is. Op het moment dat het schietcafé hier in Arnhem 10.000 euro per dag gaat draaien. Ja, dan mag er tegen het schietcafé gezegd worden van, hey, hallo. Mogen wij een graantje meepikken? Hey, dat snap ik wel. Ik bedoel, Bert van het schietcafé, die hoeft er niet stinkend rijk te worden van het beheren van zo'n lullige venue. Maar dat is helemaal niet. Nee, maar ze betalen wel belasting aan alle kanten. Ja, waarvoor dan? Ja, voor die fok Europese Unie. Daarom is het bier zo duur. Die immigranten, die stijgende prijzen, belachelijke regels met vaccinatie. En ook nog dat lobbygebeuren. Jezus, man. Daar kan je toch niet tegenin? Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers, zag ik tjus. En dag lieverds.